Zoals jullie zien, zijn we niet uit geweest vanmiddag. I'm stupid. You must think that I'm a fool. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij deze weekendvlog. Ik ga vanavond uit. Eerst ga ik werken, dan ga ik uit. Ga ik Wendy. Ik doe mijn neus opeens een beetje dicht. Dan ga ik zondagavond weer werken. En ik ga nu eerst even wat neustrips en wat kinstrips opdoen en douchen en zo. En dan ga ik huiswerk maken, eten koken en werken. En dan vanavond komt het leuke gedeelte natuurlijk. Ga je ook allemaal zien. Blijf vooral kijken. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt, als je vergeten bent. En doe het belletje aan. Dan is het helemaal top. Dank je. Trouwens, heb je mijn nieuwe dekbed al gezien? Hij is echt super cute. Oké, eerst de knuffels weg. Zo. Cactus 1, cactus 2, cactus 3. En dan nog op mijn dekbed. En voor de rest gewoon wit. Want ik hou van het wit. En dat er gewoon één klein accent op, of een paar kleine accenten op zitten. Dus ik vind het echt super vet. En dan staat hier een cactus in. Van Imke gekregen. Super chill, dankjewel. Super nice. Dus, nu douchen. Oh ja. Nieuwe auto van mijn moeder. Ook helemaal top. Nu snel douchen. Zo, de eerste zit. Hij zit wel een beetje raar, want hier heb je nog stukjes vrij. Maar dat kan ik niet zo goed plakken, omdat het niet helemaal nat is. Maar deze zit. En dan nu nog een kin. En daar. Zo, alles zit erop. Het voelt echt heel raar. Ik moet er 10 minuutjes op zitten. En dan ga ik het dan afhalen. En dan hoop ik dat iets gebeurt. En hier ook stomme buis, zoals je ziet. Het irriteert me al, die buizen. Maar goed, 10 minuten op laten zitten. Dus ga ik even aankleden en mijn haren zo doen. Dus het komt helemaal goed. Zo, dit is nu zo'n 10, 15 minuutjes verder. Ik mag ze nu er weer afhalen. Dus ik ga ze even in de spiegel deze eraf trekken. Het deed wel zeer. Nou ja, zeer. Het deed zeg maar een klein beetje zeer. Ja, ik zie wel wat meeeters en wat viezigheid weggehaald. Dat zul je vast niet op camera zien. Maar dat is echt super chill. Next. Ja, ook hier zie ik iets, maar hier vind ik het wel heel, heel weinig. Het voelt nu wel lekker zacht trouwens. Dan heb je nog een lekker creampje erover. Oké, laatste. Even kijken hoor. Ja, dit is chill hoor. Er is best wel wat afgegaan. Toppie! Crampje op en de rest van mijn kamer opruimen. Dit is trouwens de auto van vandaag. Ik heb mijn Wild Beauty Red Shirt aan. Met mijn geruite geblokte zwart-wit lang vest. Met mijn zwarte broek die aan de onderkant flare is. Dus ja, ik weet nog niet of ik hiermee uit ga hoor. Maar dit is gewoon in ieder geval voor nu mijn outfit. Zo, mijn haar is nu omdat een klein beetje opgedroogd. Ik heb nog geen make-up, maar dat doe ik strakjes. Lekker zacht overal. Ik ga nu even boodschappen doen. Ik denk straks even een dikke trein doen, want ik heb het nu al koud. Even boodschappen doen. Een lekkere shake. Shake. Smoothie maken. Lekker lunchen. En dan echt beginnen aan mijn huiswerk. Moet ik echt doen. Ik ben terug van boodschappen doen. Ik heb even wat brood gehaald. Wat bevroren fruit voor mijn smoothie. En wat melk, want dat moest van mijn moeder. En ja. Ik lekker een lunch in elkaar zetten. Even mijn kamer nog laatste dingetjes klaarzetten voor het huiswerk. En eventjes laatste dingetjes opruimen. En dan kan ik een middagje huiswerk maken. Eten koken. Werken. En dan komt Mandy langs. En ik heb er super veel zin in. Zo. Zoals je ziet heb ik een ander vestje aangetrokken. Gewoon echt een lang vest. Want ik had het echt heel koud. Ik ben nu bezig met de smoothie maken. Er zit nu alleen nog maar melk en kwark in. Ik doe er nog een banaan bij en bevroren fruit. En dan maar kijken hoe het smaakt. Ik ben ijs aan het koken, doe ik op mijn broodje dan. En daarna doe ik mijn make-up en mijn huiswerk. 1, 2, lekker! En harder! Zie de kleur verschijnen, jongens. Okay.
Zo, ik heb even een klein beetje mijn make-up gedaan, zoals je ziet. Ga ik eindelijk beginnen met het huiswerk, want het duurt me gewoon veel te lang dat ik het niet doe. Ik ga nog even via mijn LP-plaat met mijn smoothie LP-plaat aanzetten. Om even lekker muziekje erbij van deze Sheeran en dan wordt het helemaal goed. Even knallen, even een uurtje, anderhalf, volledig focussen en dan moet het gelukt zijn. And another use for the key, and you'll see. I'm well aware of certain things that can destroy a man like me. With a second me, one more. Yeah. And I don't want to take the same way. I'm lucky on my own, so here I'll stay. With your love and arms for a rainy day. And I'll find Razor. I used to think that nothing could be better than touring the world with my songs. I changed the picture, perfect life, I think they painted it wrong. I think that money is the root of all evil and famous hell. Relationships and hearts you fix, they break as well. And ain't nobody wanna see you down in the dust, because you're living your dream, man. It should be fucked, please hold on, I'm not trying to creep. Zo, lekker met de muziek in de achtergrond van Ed Sheeran van de LP. Lekker aan het werk. Had redelijk goed, maandslag bijna af. En dan begin ik met het model. Dat is het meeste werk, daar moet ik even goed voor zitten. Maar kom maar goed. Oké, mijn haar zit hopeloos. En ik ben hopeloos, want ik zou dus dat ding maken, dat doorspanalyse. Nee, met ons model. Het is niet van gekomen, ik moet niet eten, koken, eten, bla bla. Dan ga ik werken, dan kom ik minder, dus druk. Dus, nu eten maken en eten. Zo, ik mag met de auto, want het is echt slecht weer en het is handig. Dan kan ik Manny daarna ophalen en dan kunnen we daarna samen naar mijn huis. Dus ik ben nu alweer in Harderwijk aangekomen. Ik ga nu werken van 5 tot, nou, hoe laat zal het zijn? 8:30, 9:00. Ik ben nu ophalen. Dan gaan we weer naar huis toe. Lekker werken. Oeps, pardon. Niet zo zin om te werken, maar ja, zo we moeten, hè. Even naar de wc moet ook gebeuren, hè, jongens. Dus even naar de wc, dan weer door. Koffierondje, en dan even wachten. En dan een snackrondje. Het is onderhand alweer zondagmiddag. Ik wou toch nog even de vlog maken en afsluiten. Of in ieder geval even vertellen wat er gebeurd is. Zoals jullie zien zijn we niet uit geweest vanwege de omstandigheden. Vanwege dat Mandy wegens omstandigheden niet meer kon. Wat de omstandigheden waren ga ik niet verder uitweiden. Het is in ieder geval gewoon heel jammer en het is heel rot verlopen voor mijn gevoel. En ja, helaas zijn we dus niet uit geweest. Zit ik nu lekker te chillen. Ik heb vandaag mijn groene jurkje aan. Gewoon lekker chills. Dus, omdat ik geen huiswerk heb gemaakt, heb ik een lekker chill zondagje van gemaakt. Ik heb net 3 afleveringen serie gekeken, of ongeveer. Lekker YouTube filmpjes kijken, even de vlog bekijken van wat kan ik wel en niet gebruiken. Wat alsnog leuk is voor jullie om te zien. En ja, ik zal nog wel even laten zien wat ik eten kook. Ik heb een heel simpel gerechtje, want ik heb gewoon opwarmen. Super chill. En ja. Zo. Om nog even lekker mijn eigen ding te doen. Ik heb nog een half uurtje om mijn eigen ding te doen. En dan ga ik eten koken. Dus ga ik nog even lekker ondertussen de vlog van Jessie Maya kijken. En dan ga ik ondertussen... Ja, sorry, ik kijk naar een blaadje aan het raam. Oh, fijn. Ga ik ondertussen schrijven. Want ik ben bezig met verhaal schrijven al best wel lang. En af en toe dan doe ik weer eens een paar pagina's. En dan wijzig ik weer eens wat. En dan doe ik weer eens wat. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ik hoop dat ik dat ja, binnenkort misschien wel een beetje groot wordt. Maar over een paar weken, maanden... af kan hebben, want het lijkt me super leuk, want ik ben nu wel echt op een... Ik heb een groot gedeelte zeg maar al gehad. Ik heb al iets van 70 pagina's, dus ik ben super trots op mezelf. Hopelijk dat ik dit afkrijg. Zou super leuk zijn. Zo, mijn moeder komt zo weer terug. Mijn stiefvader was even naar Dokkum. Ik was niet mee. Dus ik ga nu even mijn eten opwarmen. Hier zit boerenkool in. Ik heb nog een neppenworst. Ah, hier, kom eens. Als ik die kan vinden, want ik ben vegetariër, dus ik moet een neppe worst hebben. Waar is die? Nou ja, ik ga die zoeken. En dan ga ik opwarmen en opeten. Zo. Boerenkool met worst en een beetje jus. Heerlijk. Zo, ik zit in de auto. Ik ga nu op weg naar mijn werk. Zoals je ziet is mijn lift niet meer heel goed. Had ik eigenlijk willen bijwerken, maar ik was natuurlijk weer eens laat. Dus snel naar mijn werk, snel werken. En dan zie ik je straks weer. Zo, ik ben op werk aangekomen met de auto. Ik heb niet heel goed geparkeerd. Ik heb echt 3 keer overnieuw gedaan. Dacht ik van, laat nu maar zitten. Dit staat goed genoeg. Zonder dat ik even op, omdat het best nog wel zondag was. Ik kan nu weer af.
Dus, lekker gaan werken. Zo, ik ben klaar met werken. Nu naar huis. Het is inmiddels al de volgende dag. Ik was vergeten hem officieel af te sluiten. De vlog van het weekend. Ik ga mijn winterjas alweer aan, want het is koud. Dus ik ga nu naar mijn vader toe. Fijn, dat allemaal terzijde. Ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wil je niks missen? Abonneer hier beneden. En dan zie ik jullie graag weer bij een gloednieuwe vlog. Of extra video. Of whatever. Doei!